Ja, daar was hij weer. De huishoudbeurs. De moeder alle beurzen. Of is het de beurs van alle moeders? In ieder geval trok deze editie bijna 250.000 bezoekers naar de rij. En Autodrop was van de partij. Het was altijd gezellig druk op de stand. Sommige mensen keken hun ogen uit en deden alsof ze nog nooit een autodropje hadden geproefd. Gelukkig was er genoeg voor iedereen. Waar je ook keek, iedereen was aan het snoepen. Niet zo vreemd, want de nieuwe smaken met vloeibare vulling zijn absurd lekker. Gelukkig had Autodrop een fantastische beursaanbieding voor de liefhebbers. 3 zakjes Autodrop plus gratis rugzak voor maar 3 euro. Die kon je dus niet laten liggen. Bij vlagen liep het storm op de stand. En dat kwam niet alleen door deze absurd lekkere beursaanbieding. Het Autodrop vangdropspel was zonder twijfel de hit van de beurs. Iedereen wilde eraan meedoen. Maar niet iedereen was even gelukkig in het spel. Een snelle reactie moest je hebben om kans te maken op fantastische prijzen. Zoals een baboe bakfiets. Om mee te doen moest je eerst een coupon invullen. Als jouw coupon werd getrokken, kon je de ring in, samen met nog een paar andere kandidaten. Je had prijs als je een uitlaat had gevangen. En als je pech had, had je in ieder geval een hoop lol gehad. Net als wij van Autodrop. Geweldig om zoveel vrolijke en enthousiaste mensen op onze stand te zien. Bedankt allemaal voor jullie komst en wie weet, tot ziens!